Kijk, daar gaat hij. Nou, zitten we weer, hoor. Oer saai te wezen. Ik zet even een brilletje op, want het... Nou, we hebben vlakbij gauw een plekje gevonden. Hele consternatie net. Een dronken vin in het water. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben van het kanaal Een Vloggende 50+. Als je nou denkt, dit gaat een leuke vlog worden, like dan alvast eventjes, hè, even het duimpje omhoog steken. En als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je ook nog even op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Nou, het is dus vandaag zaterdag. Ik zit hier in de auto. We staan voor ons bedrijf. Chris is eventjes naar binnen, want het is gisteren wat laat geworden met alles. Dus even een extra nakontrole. We gaan naar de boot toe. Van de week gaat hij naar de winterberging. Dat is afgesproken. En nou zou het heel mooi weer worden nog vandaag. Maar het is wat mistig nog. Het is nog wat heilig. Het is ook nog wat koud, maar we gaan er wel vast heen. Als het straks lekker doorbreekt de zon, dan gaan we varen. En anders gaan we vast een beginnetje maken. Ook weer met wat spullen weer mee te nemen. Wat er niet hoeft te blijven, wat dan op zolder gaat. Nou, de zon komt er helemaal bij. Ik heb ook aardig warm in deze jas. We staan even stil. We staan voor de brug te wachten hier in Terherne. Want er moet een mega groot jacht doorheen. Kijk, daar gaat hij. Nou, de zon komt er helemaal bij. Maar het is koud hier binnen. Vreselijk en vochtig. Maar goed, ik kom er ook net achter. Ik heb keurig koffie en koffiefilterzakjes mee. Maar ik heb vorige keer volgens mij het filter alweer meegenomen. Of hij moet hier in de kast zitten, zo te zien niet. Daar baal ik van, want ik kan geen koffie zetten. En ik ben iemand die niet zonder koffie kan. Koffie kan, thee kan. Nou heb ik wel nog dit hier liggen. Dus. En dit. Cappuccino van Nescafé. Dit is houdbaar tot. Even zien. Ik zie ergens iets van 2022 staan. Nou, dat is niet al te vochtig geworden. Dat kan nog wel. We zijn weer los. Nog even een dagje varen, misschien morgen nog. We hebben deze kussentjes wat neergelegd. En dat kan ook best, het zit best lekker. Niet zo comfortabel natuurlijk als de andere kussens. Maar die zijn al thuis, die zijn ook al schoon. Die gaan de zolder op. En nou, we gaan even een eilandje opzoeken in het Snekemeer. Gaan we even aan liggen en dan even chillen. Zoals een hapje eten, een bakje koffie. En ronken. Nee. Ja? Jammer hè? Jammer hè? Thank you.
Nou, we liggen weer aan zo'n eilandje in het Snekemeer. We gaan lekker een bakje koffie doen, tenminste zo'n zakje. Hè. Ik kan niet koffie zetten. En Rompke die schaalt alweer mooi wat rond. Het is verder niemand, want het eerste eilandje ligt wel een boot. En het verste eilandje lagen ook al twee boten. Dit was helemaal vrij, dus als het nou zo blijft, dan kan Rompke lekker hier los een beetje rond scharrelen. Ik zal water opzetten voor even een bakje. Ah. Oh, dan moet het gas weer even aan. Dat is nog niet aan, denk ik. Nee. En daar hebben wij achter de gasbun zitten. Dat zal ik eens eventjes laten zien waar dat zit. Ik ben een beetje duizelig, dus ik ben al twee keer bijna het water in gedonderd. Die zijn wedstrijden bezig met scootjes. En daar ligt Rompke. De Rompke. Dat is die Talsma, die heeft weer geen zitvlees. Nou, zitten we weer hoor, oerzaai te wezen. Ik zet even een brilletje op, want het is nogal zonnig. En dat is een luxe dat het nogal zonnig is. Dat is wel lekker zo'n weekje. Het is hier achter het riet, is het lekker, zo in het bloesje. Maar als je dan daar bovenop komt en je vangt wat wind, dat is toch wel frips. We hebben de jasjes mee, gelukkig. En weer onderweg. Het is bijna 4:15. We gaan nog even lekker een ijsje halen in Terne. En misschien daar nog even rondhangen, even met Rompke lopen nog. En dan weer terug naar huis. Ijsje geworden en ik heb een milkshake. Rompke heeft niks. We zouden dus naar het ijsboertje daar, het schepijs, en die is al gesloten. Ambachtelijk schepijs, ja. Dus we zitten nu bij de snackbar. Ook lekker. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. En wij zitten weer op de boot. En we zijn alweer aan het varen. Dit is echt de laatste dag. Want hij gaat van de week in de winterberging. Daar zijn al mensen aan het fietsen. Racefietsen. Het is een beetje fris. Ik heb de jas aan. Vest eronder. Het zonnetje probeert het. En wij varen nu in het Prinses Margriet kanaal is het, geloof ik, hè? Ja. Richting Grauwgamer. Dit keer heb ik het koffiefilter mee. Het was toch wel even een gedoetje dat we gisteren geen koffie konden zetten. Vind ik heel erg persoonlijk.
Zo, wij naderen de spoorbrug van Grauw. En hier is een klein gemaaltje. Daar zaten mijn ouders altijd. Vroeger, dan pakten ze de auto, stoeltjes mee en ging mijn vader een beetje vissen. Zo mijn moeder er wat bij te puzzelen. Ja, dat is waar eenmaal. Zaten mijn ouders altijd. Zo, we zitten al in Grauw. Zoals je kunt zien. Dus het schiet al aardig op. Ik had net een heel gesprek met de buren in de haven. Eén stel die wonen op een boot daar. En die weten ook nog niet zeker of ze blijven. En het andere stel, die waren zwaar teleurgesteld dat we misschien volgend jaar niet in deze haven gaan liggen. Misschien dat we dan toch nog overwegen om wel te blijven. Dus even, we willen wel een grotere plek, want het is toch heel smal invaren. Maar eens even zien wat we gaan doen. Nou, we hebben vlakbij Grauw een plekje gevonden. Hele consternatie net, een dronken fiets in het water. We hadden net zijn zwemvest af. En ik wou eens even de buurt verkennen hier, dus ik loop die steiger af. En precies in het hoekje van die steigers glijdt die uit en kukelt die zo achterover het water in. Ja, hier zijn ook wel allemaal stenen, dus we konden hem er ook niet zo makkelijk uittrekken. Dus terwijl die in het water was, hebben we zijn zwemvest nog even aangedaan. Want die had, ja, we hadden net af. Dat doen we altijd als hij op de wal gaat. En terwijl die in het water lag, dus het zwemvest weer even omgepeuterd. En dan kan je hem er ook zo uittrekken. Maar dat was wel even schrikken, want hij ging echt kopje onder. Hij ligt nou helemaal bij te komen hier zo. Hé, Rommy? Hé? Hij was echt bang, hoor. Ja, hij was bang eventjes, want het ging ook raar. En ja, daar is Grauw. Dat is een mooi plekje, hoor. En dit plekje waar ik nog nooit, heb hier nog nooit aan gelegen. Hier is een soort met van zeilschool. Of zeilkamp, weet ik het. Allemaal mannen bij elkaar, lekker biertje te drinken daar. En het is koud hier, want we liggen pal op de wind eigenlijk. Ja, dat is zo lekker. Hier wel, als je naar de boot zit wel. Eigenlijk liggen we op lage wal. Dan geeft dat niet zo. En hier zijn ze met steigers nog bezig. Dit is volgens mij ook een gloedje nieuwe. Daar zijn ze nog bezig met er ligt iets van een graafmachine en dergelijke. Maar goed, ik zag het in één keer. Ik zit ik eens, daar gaan we liggen. Maar goed. Weet je wat ik denk, hè? Het is wel koud hier. Dat is nog niet klaar, hoor. Binnen, gaan ze er heen maken, dat zie je overal. Ja, die stijger is nog niet helemaal klaar. Ja, want... Een stuk op pinnen al erin. Ja, dan moeten nog van die zijdingen, van die pinnen, ja inderdaad. Maar goed, we liggen hier nu en
Dan gaan die even een paar uurtjes chillen, een bakje koffie doen. Dan gaan we straks weer naar de haven. En dit is dus de laatste keer geweest van dit seizoen. We hebben ook al staan praten nog met mensen in de haven. Die zijn ook allemaal de boten allemaal aan het leeghalen. En ja, voor iedereen is het dan een beetje afscheid nemen. Hier komt een varend huis aan. Even grappig. Ik wil even koffie zetten. Zo zie je maar. Er zit een ongeluk toch in een klein hoekje. Ik ben even donker. Ongelukje zit in een klein hoekje. Ik heb ook het liefst gewoon dat zwemvest onblijft. Maar ja, het is ook vrij warm. Dus we denken, ach ja, op de walkant wel even. Maar dan zul je net zien dat hij ineens, ja. Ik heb het vermoeden dat hij mij voorbij wou lopen. Dat het daar mis ging. Want hij zat precies in dat hoekje. En nam die bocht wat te krap. Dus ja, nou ja. Het water kookt. Zacht zetten. Nou, dit is de laatste middag. Lig hier heerlijk. Daar is grauw. Daar is weet ik veel wat. Geen idee. Hierachter is de sietenborste of iets dergelijks, hoe het dan maar mag heten. Het is windfrit. En de wind is koud, ja. Ja, we hebben het wel anders meegemaakt hier.